is een uit de hand gelopen hobby. Begonnen met een aantal huisjes op de kast, zoals bij de meeste mensen. En dan haal je er een paar bij ieder jaar. En voordat je het weet, heb je zo'n opstelling als hierachter staat. Ik vind het leuk om dat ieder jaar op te bouwen. Normaal gesproken staat het bij mij thuis. Alleen, ik heb een paar huisdieren de afgelopen jaren erbij gekregen, waar ik het niet helemaal bij vertrouwd. Vandaar dat het vorig jaar en dit jaar hier staat. Ik hoop dat het volgend jaar wel weer bij mij thuis staat. En hier is in het politiebureau, waar iedereen dagelijks tijdens kantooruren kan komen kijken. Dat klopt, toch? Ja, dat klopt. Het politiebureau in Almelo. Ja, dat klopt. En die hobby heb u samen met iemand anders. En kan u daar ook wat meer over vertellen wat zijn inbreng is en wat hij daarmee doet? De hobby is de passie is voor beide, laten we het zo zeggen. Mijn man, Adrie Linneman, die vindt dit geweldig, maar is wat minder creatief. Dus die brengt meestal wel de ideeën in en helpt met hand- en spandiensten, met het uitpakken en inpakken van de dozen en het kopen van de spullen. Dat doen we samen. We vinden het leuk om ernaar te kijken. Het opbouwen, dat komt op mijn stukje terecht. En hoe lang duurt dat voordat u zo'n hele opstelling zoals hierachter is, voordat die helemaal klaar is? Als ik eraan door kan werken, ongeveer een week of twee. Maar ik heb ook nog mijn eigen gewone werk. En als ik weggeroepen word, ja, dan duurt het wat langer. Dus dit jaar heeft het bijna 3 weken geduurd. En dat hangt een beetje vanaf. Maar als ik door kan werken, 2 weken. En kost zoiets veel onderhoud en veel batterijen? De batterijen valt op zich mee, omdat alleen het treintje, die nu even stilstaat, op batterijen loopt. De rest zit allemaal met trafo's en een heel elektriciteitspark hieronder. En ja, dat gaat met een stekker in de stekkerdoos en dat loopt wel. Dat scheelt een boel. Maar en onderhoud dan? Het is heel erg kwetsbaar, dus er gaat regelmatig wat kapot. En dat moet dan in de werkplaats eventjes uit elkaar geschroefd worden en kijken of je het kan repareren. Soms lukt dat, soms niet. Dan heb je een reden om wat nieuws te kopen. We hebben hier vanavond de pasavond voor de lichtjestocht. Elk jaar hebben we op normaal 24 december, dit jaar op 23 december, hebben we de lichtjestocht in het Beeklespark. En dat bestaat uit een hele aantal taferelen. En wat we vanavond eigenlijk doen, is alle vrijwilligers die meespelen in de taferelen, daar zijn we de kleding voor aan het passen. Kijken of de kleding nog heel is, of aangepast moet worden, vermaakt moet worden, te groot is, te klein. Wij komen voor een koning van de Joden die geboren is. Nou, ik ben een van de 5 organisatoren van de lichtjestocht. Niet echt een bestuur of zo, maar een van de 5 kernleden. En binnen die groep ben ik eigenlijk de voorzitter. En ben ik ook degene die mij met de praktische zaken bezighoudt. Nou, het begint eigenlijk al met de vergunning. De vergunning moet aangevraagd worden bij de gemeente. Vervolgens heb je verkeersregelaars nodig. Je hebt mensen nodig voor de beveiliging. EHBO is nodig, je hebt BHV is nodig. Dus eigenlijk aan de hele praktische kant, de hele ondersteuningskant, daar moet eigenlijk heel veel gebeuren voordat je überhaupt de lichtjestocht kunt organiseren. Ja, ik ben als instudeerder van Marol. En hoe kan het dat er een kind koningskind geboren is? En ik weet van niks! Dit jaar zijn we vlak voor de grote vakantie begonnen om überhaupt bij elkaar te zitten en te kijken van wat gaan we dit jaar doen. Had ook met de datum te maken, omdat de 24e op een zondag viel. En voor de rest zijn we pas echt actief vanaf september. Dan begint het echt te draaien, dan moeten de vergunningaanvraag moet de deur uit. Vlot dat een beetje, die vergunningen? Ik moet wel zeggen dat het dit jaar iets meer tijd heeft gekost dan andere jaren. Voorgaande jaren was het een stuk gemakkelijker. En dit jaar werd er wel iets meer gevraagd dan voorgaande jaren. Volgens de profeet is de redder geboren in Jeruzalem, in het land van Juda. Er gebeurt achter de schermen ontzettend veel voordat al die 1000 mensen echt op de 23e langs alle taferelen kunnen. Ja. En al die mensen die worden dik betaald natuurlijk, hè? Nee, die mensen worden echt niet dik betaald. Het zijn echt allemaal vrijwilligers. En we zijn ontzettend blij met die mensen. Ze steken er veel energie in. Ze steken er heel veel vrije tijd in. Om het eigenlijk voor een ieder die komt gewoon mogelijk te maken.
Nou, voor mij dan dus nu het laatste keer het molde teken. Dankjewel, Jan. Alsjeblieft. Nee, op hem. Zo. Peter, aan jou. Ik doe dat ook met mijn eigen pen. Jan, wij zullen in elk geval zorgen dat de afspraken die van Sint-Jozef in staan nog ook goed waargemaakt gaan worden. Dus, en wij gaan jou uitnodigen om eind volgend jaar dan te komen kijken of we als gezamenlijke corporatie hebben gedaan wat we nu hebben afgesproken wat dat betreft. Nou, ik zal je eraan houden. Ja, nee, gaan we doen. Belofte. Voor u een speerpunt bij deze prestatieovereenkomst met de woningstichtingen? De huurdersorganisaties trekken gezamenlijk op en zullen in 2018 vooral focus leggen op de betaalbaarheid van sociale huurwoningen. Dat betekent dat we af willen van het automatisme waarmee vaak huurverhogingen worden doorgevoerd. Al te gemakkelijk wordt gezegd, de huren gaan omhoog, altijd met het inflatiepercentage plus nog een percentage erbovenop. Nou, we vinden dat die tijd achter de rug is. Onze landelijke organisatie, de Woonbond, zet al in 2018 op een gemiddelde huurverlaging van 10%. Haalbaarheid daarvan in Almelo, nou, dat laat zich nog niet zo goed inschatten. Maar we vinden op zijn minst dat we een bevriezing of verlaging van de huren ter discussie moeten stellen. Nou, ik herken heel duidelijk het signaal van de huurdersorganisaties. Van corporaties, kijk heel goed wat je anders zou kunnen doen. Om in elk geval te zorgen dat we betaalbare woningen hebben en houden in Almelo. En dat vind ik in elk geval een heel herkenbaar signaal. Dat ons... Het is herkenbaar. Hè? Kan Beter Wonen daar ook iets aan doen? Nou, ik denk dat wij daar zeker wat in kunnen, ook al wat doen. Ik denk dat wij ook aan het kijken zijn van hey, hoe kan je nou zorgen dat die woningen deugdelijk blijven, dat ze betaalbaar blijven en dat je ook een goede woonomgeving hebt. Als ik hier kijk aan de overzijde, hebben we de Kloosterhof flat gerenoveerd. Het zijn nieuwe appartementen geworden en die zijn allemaal onder de €575 huur gebleven per maand. En daarmee in elk geval voor een grote groep bereikbaar gehouden. En ook woningen met twee slaapkamers in. Voor mij past dat bij een beweging om goed te kijken naar een goed woonproduct, op een goede woonplek, tegen een betaalbare prijs. Hoe zit het met zonnepanelen op het dak? Ik nodig u uit om in de Seringenstraat te gaan kijken, want daar hangen ze op dit moment allemaal. We hebben daar een heel blok woningen verduurzaamd. En op alle daken hangen nu zonnecollectoren en ze werken. En ik vind dat ook een voorbeeld van hoe ga je nu in de bestaande woningbouwvoorraad aan de slag om betaalbare woningen te realiseren. Gebruik maken van technieken als zonnecollectoren. De stichting Start je winkel in Almelo organiseert dinsdagavond in het Stadsmuseum een inloopavond voor beginnende winkeliers. Wat heeft het Stadsmuseum eigenlijk te maken met startende winkeliers? Het Stadsmuseum wil behalve natuurlijk exposities maken en educatief zijn, ook een podium creëren voor dit soort nieuwe initiatieven. En het gaat natuurlijk dan niet om honderden mensen, want daar zijn wij gewoon te klein voor, maar wel voor kleine geïnteresseerde groepen die hier iets kunnen komen doen of opzetten of deelnemen aan. Deze avond is georganiseerd omdat hij past bij het thema van de expositie Winkelen in Almelo, waarin wij ook nieuwkomers een kans hebben gegeven, waarin wij niet op leegstand alleen de nadruk leggen, maar juist ook op het nieuwe elan. En dat is ook precies wat die stichting voor heeft. De nieuwe ondernemers, potentiële ondernemers, kunnen hier informatie halen over hoe te starten in Almelo. In de stichting zijn allerlei disciplines vertegenwoordigd die het voor een beginnende starter makkelijker kunnen maken of aangenamer om te beginnen in Almelo. En dit van de aanstaande dinsdag doen we samen met die stichting. Start je eigen winkel in Almelo. Maar we zijn bijvoorbeeld ook bezig met de cultuurpartners om de laatste week van januari en de eerste week van februari iets te regelen onder de noemer Studio 15 on Tour. Waarbij jonge mensen, zeker ook in het Stadsmuseum, een optreden kunnen hebben. Mensen die geen podiumervaring hebben. En ook op andere plekken zal muziek worden gemaakt. Theater Hotel en Hof 88 bieden dingen aan. In de bibliotheek gebeurt van alles. Kortom, dat is in ontwikkeling.
Elke donderdagavond komen de leden van Modelbouw Almelo samen in het verenigingslokaal in wijkcentrum Eninver. Hier bouwen ze modelboten, vrachtwagens, molens en andere schaalmodellen. Je gaat vanuit wat wil je bouwen. Dan ga je een tekening zoeken. En dan ga je die tekening laten vergroten naar de maat. En dan ga je spanten en zo, dan ga je overtrekken op triplex. En dan ga je ze uitzagen. Kijk, maar de graamte, dat maak je dus klaar. En dan moet je het eerst allemaal gaan veilen, dat allemaal de latten passen. En dan worden de latten hier gezaagd op de zaagmachine. Hele kleine latjes. Gertsen doet dat veel. Maar er zijn allemaal bepaalde technieken voor om dat hout te verwerken. En dan komen we aan op de apparatuur waar je erin bouwt. De apparatuur is duur. Maar die apparatuur kun je met ontvangen, kun je meerdere boten besturen. Kijk, dat kost op dit moment als je voor €150 kun je al behoorlijk wat apparatuur. Maar ook lampjes, kleine lampjes, bluskanonnen. Dit is net waar je er zelf aan toe wilt voor. Op welke schaal bouwen jullie nou? Dat ligt eraan hoe groot als je hem wilt hebben. Er zijn mensen die bouwen een boot van 1,10 meter. Maar je moet wel rekenen dat zo'n boot wordt heel zwaar. Kan van 10 kilo worden met alle gewicht erin, van de loodakkers en alles. Maar je moet het ook in de auto vervoeren. Je moet opslag in huis voor hebben. Ik heb het idee dat het hoofdzakelijk thuisbewerking is, of niet? Het is bijna allemaal thuisbewerking. Als ze zo bij elkaar zitten, rustig bij elkaar te praten over het schip of wat ze gedaan hebben, dat is ook heel erg. En er wordt hier veel gezaagd. De latjes die je nodig bent, of stukken, of wat anders, dat wordt hier allemaal gezaagd. Alleen in de polyester zetten, dat doen we hier. Dan krijgen de mensen niet meer naar huis, want dat heeft allemaal een speciaal samenstelling nodig. Iedereen die bij hulp, als er wat nodig is en als er wat gemaakt moet worden en wat de een niet heeft, heeft de ander. Want de latjes die eromheen komen, dat is vaak van panlatten of zo. En hier bovenop op de kasten ligt allemaal hout. Dus voor iedereen kan dat gebruiken. De contributie is laag, €50 per jaar. Maar wij proberen dus door alle vaarshows wat we geven, waar we vergoeding voor krijgen, om dat zo te houden. Kijk, maar alle machines en alles, je moet de ruimte verhuren, maar de machines zijn allemaal in eigendom. Dat is allemaal onszelf. Die worden allemaal gekocht en onderhouden. Ver voor ons is wel leuk, maar het is eigenlijk onbelangrijk. Het gaat eigenlijk om de boot bouwen en op alle met elkaar, hoe je met elkaar kunt overleggen. Ja? Dus en zo zit de vereniging in elkaar. Een paar dagen geleden ging de telefoon in Huizen van Sta en die zette het leven van Jan van Sta behoorlijk op zijn kop. Jan, wie belde er en wat vroeg men jou? Nou, allereerst belde er de voorzitter Hans de Vrome en of ik interesse had om ze te helpen. Nou goed, dat had ik al eerder aangegeven. Want ik roep natuurlijk wel vaak, als je een keer wat hebt, dan kan je me altijd bellen. Nou, dit was het moment en dan ben ik ook de eerste die in ieder geval gaat kijken en luisteren. En dat is uitgepakt in deze verbintenis. Maakte jouw hart een klein sprongetje? Nou, het is altijd leuk als je teruggevraagd wordt en een stuk waardering. Maar goed, je weet aan de andere kant ook wat de problemen zijn. En je kent de achterban en je weet wel wat er verwacht wordt. Dus ja, je springt een heel klein stukje en daarna sta je weer met beide benen op de grond. Maar het is wel een besluit wat je met je familie neemt en in goed overleg. Wat heb jij met Cohead Eagles? Ja, nou ja, het is een volksclub. Ik heb er natuurlijk een aantal jaren gewerkt, hè, een langere periode. En dan heb je een binding met het publiek en een binding met de mensen. Veel vrienden, zeker nog daar. Maar het is ook echt iets van het volk. En dan weet je wel hoe kritisch ze kunnen zijn. Maar ze leven altijd met die club mee. Dus ik kom ook van een volksclub. En daar voel ik me altijd wel prettig bij. De Vetkampstraat in Deventer. Een echte volksbuurt met een stadion midden in de stad. Wat moet dat heerlijk zijn. Ja, nou ja, gisteren op het trainingsveld, hè, dan schieten ze een keer een bal over en dan komt de buurvrouw hem terugbrengen. Ja, dat is Go Ahead. En dat is wel leuk. Bij een andere club zouden ze waarschijnlijk de bal meenemen, maar daar niet. En dat vind ik wel heel leuk. Die zijn opgegroeid in dat wijk met dat stadion en dat voetbal. Ja, en als die lampen aangaan, dat geeft dat vaak wat extra's. Driekwart van de competitie is voorbij. Hoe moeilijk is het dan om dan in te stappen? Ja, nou ja, dat zal blijken. Ik ben er nu dus de derde dag, hè, voor het eerst een wedstrijd. Dus ik ben er eigenlijk pas 3 dagen. Maar het is voor ons gewoon een goed meetmoment om te kijken hoe ver zijn wij nou. We zijn woensdag begonnen en met de groep en met de trainers. We hebben geprobeerd iedereen weer aan de gang te krijgen. En het kost nog uiteraard veel energie. Maar die spelers moeten het doen en die moeten weer met heel veel plezier naar de voetballen gaan. Zit er in jouw achterhoofd nou ook een klein beetje dat men rekent op het Van Sta effect?
Nou ja, daar reken ik zelf wel een beetje op. Nee, natuurlijk, je hoopt altijd dat het omslaat en dat we punten gaan halen, want dat doet uiteindelijk voor. En de doelstelling is natuurlijk altijd voor een club als Go Ahead om de na-competitie te halen. Nou, dat is een geweldige uitdaging op de positie waar je nu staat. En is dat nog allemaal mogelijk? En daar gaan we in ieder geval alles aan doen. Even nog over dat Van Staar-effect. Je hebt dat al een keer eerder beleefd. Ja, nou ja, goed. We hebben wel eens vaker ingesprongen als een soort hulpmiddel. Bij Twente natuurlijk. Ja, bij Heracles ook in het verleden natuurlijk nog wel eens een keer. Maar ja, goed, de laatste was het uiteraard bij Twente. En als dat voor de helft gaat lukken bij Go Ahead, dan zou ik wel heel blij zijn. Vanavond jouw eerste wedstrijd, thuis tegen Jong PSV. Hoe kijk je naar die wedstrijd? Ja, nou ja, goed, voordat we iedereen een handje hebben gegeven is kerstdagen in Deventer. En het belangrijkste was dat we naar een opstelling kwamen met alle trainers. En niet achterom kijken en vooruit kijken. En dan weet je dat een hele talentvolle groep van PSV gaat komen waarschijnlijk. En nou ja, goed, ik heb het niet zozeer met die tegenstander met alle respect te maken. Maar het ging eerst om onze eigen ploeg. En ik hoop dat we vanavond in ieder geval een heel fanatiek Go Ahead zien. En hopelijk uiteraard aan het eind met 3 punten. Maar we gaan in ieder geval er alles aan doen om mensen te vermaken. Want dat staat voorop. Jij rekent op een vol stadion. Met trommelaars op de tribune. Met fanatieke mensen die zich fanatiek opstellen achter Go Ahead Eagles. Ja, kijk, dat moet het extra zijn. Kijk, het is een eredivisie entourage eigenlijk altijd, in het verleden ook altijd. En ja, dan zijn uitwedstrijden vaak het lastigste, omdat het vaak wat minder is en een sfeertje. Maar in Deventer is het gewoon, als die lampen aangaan en het stadion zit vol en iedereen staat erachter, dan geeft dat wat extra's. Dat moet voor de spelers ook geweldig zijn om te spelen. Nou, dat is voor mij leuk om te kijken. En het ook voor de tegenstander heeft daarmee te maken. Die vinden het ook vaak mooi om daar te spelen. Maar het uitgangspunt is dat wij daar voordeel moeten hebben. En thuis moeten we de baas zijn. Go Ahead leeft vanavond. Ja, dat is wel de bedoeling. En de hele week zijn we al bezig om dat te activeren. Maar het is wel geweldig als vanavond 8 uur is. Want dan zou ik heel blij zijn. En als het sfeertje goed is, dan hebben we er alle vertrouwen in. Jan, ik wens je van harte succes in de wedstrijd tegen Jong PSV. En in jouw verdere seizoen bij Go Ahead Eagles. Nou, dankjewel. En we gaan er alles aan doen. Ja? Het Kunstdorentje is de kleinste tentoonstellingsruimte van Nederland voor professionele beeldende kunst. Ooit was het de hoektoren van een voormalige textielfabriek in het centrum van Almelo. De fabriek werd in 1995 gesloopt.